6, 7 uur of zo. Nou, wacht eens. Ga meestal middags tv kijken tot s'avonds. S'avonds 10 uur. Gemiddelde werkdag in. Mensen gaan werken, ik zit in mijn kamer om met tv te kijken. Als ik alleen moet wonen, dan red ik het niet, dan mis ik contacten, dan zie ik die niet. 17, 18 jaar geleden kreeg ik een psychose. Ik had last van stemmen en veel angsten ook. Ik had geen baan op dat moment, maar ik zat in de uitkering. Ik woonde bij mijn moeder. Ik had al een groepje vrienden. Samen best wel veel opgegroeid. Samen voetballen, samen zwemmen en dat soort dingen. Voetballen. En ja, ik wist niks van de psychiatrie en zo. En ik zag het ook. Ik had het nooit verwacht dat ik ooit in de psychiatrie zou terechtkomen. En nooit last van stemmen of. Voortdurend stemmen. Sta op, draai je om, doe dit of doe dat of draai je om en ik lag voortdurend op bed en denk, wat gebeurt mij nou, niemand kan me wat uitleggen, niemand weet ervan over en toen lag ik maar op bed en ik denk nou, ik was heel, het was een moeilijke periode voor mij. Voortdurend water drinken, dat is mijn ziekte. Moet ik het uitleggen? Ik heb op sommige momenten moet ik water drinken om mijn, ik ben bang te stikken, weet je. En door het water drinken krijg ik veel fobieën. Veel dingen durf ik niet te doen. Omdat ik denk, er mag niks met me gebeuren. Met mijn handen, met mijn voeten. Nee, ik ben bang dat ik mijn handen beseer op een of andere manier. En dat ik dan mijn water niet kan drinken wanneer ik het moet. Snapt u het een beetje? En door dat heb ik heel veel fobieën. Ik durf niet zo gauw in de tram. Ik doe het wel. Ik ben bang dat die deur een elektrische storing krijgt of zo, dat ik daar niet naar buiten kan. Of ik ga naar de bank, die heeft zo'n elektrische deur, ben ik bang dat de deuren niet meer open gaan of zo. En met boodschappen precies ook, elektrische deuren. Ik denk nou, maar één voordeel van de supermarkt is, je hebt genoeg te drinken daar binnen. Dus mocht die deuren niet open gaan, kun je altijd nog een blikje water pakken of een blikje fris pakken of zo, weet je. En dat is ook een van mijn fobieën. Steeds voortdurend denken aan het water. Als ik alleen zou wonen, dan kruip ik weer in mijn schuld. Als ik alleen zou wonen, dan wordt het weer aangebeeld. De verkeerde vrienden die mij gebruiken en mijn geld. Alleen wonen is geen kiezen. Het vereenzaamt mijn hart. Ik oefen veel met psychologen en af en toe bedenk ze wat en we spreken af en toe de route die we gaan bouwen. En ze helpt me prima, maar ze helpt me goed. Ik wil een baantje als kan in de toekomst. Ik wil vervoer hebben. Motors kan. Als laatste een eigen woningje weer, maar dan moet ik wel wachten tot het helemaal beter is. Dat ik in 100% kan functioneren. Want ik word niet weer terug.